NOS, 8 uur journaal. Pia Dijkstra. Diepgaand onderzoek naar mogelijke fraude in Nederland met EU-subsidies. Diplomatieke signalen vanuit Belgrado. En grootste betoging ooit in Paramaribo. Dames en heren, goedenavond. Fraude en de Europese Unie. Dat klinkt vertrouwd de laatste maanden. Maar nu is het niet Brussel dat van onregelmatigheden wordt beticht, maar een lidstaat, Nederland. Want in Gelderland en het Rijnmondgebied zou voor werkgelegenheidsprojecten veel meer subsidie zijn aangevraagd dan waar recht op was. En hierdoor zouden tientallen en misschien wel honderden miljoenen guldens ten onrechte zijn opgestreken. Wat er precies met dat geld is gebeurd is nog niet duidelijk. Demissionair minister De Vries van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek. Noem het fraude, noem het creatief boekhouden, noem het een misverstand. Vast staat dat er iets goed fout zit bij de financiering van Nederlandse werkgelegenheidsprojecten met Europees geld. De Europese Commissie heeft de onregelmatigheden zelf ontdekt. En de Nederlandse arbeidsvoorziening noemt de uitkomsten uiterst zorgelijk. Dat blijkt uit een interne notitie van de arbeidsvoorziening waarop NOS Radio 1 beslag wist te leggen. Het gaat om projecten waarbij gemeenten en opleidingsinstituten werklozen proberen aan het werk te helpen. Daar komt 40% geld vanuit Brussel en de gemeenten moeten de rest bijleggen. En dan gaat het erom, als dat uitkeringsgeld is, dan moet er een degelijke administratie worden bijgehouden welke werkloze op welke dag bij welke cursus heeft gezeten. En met die administratie is gesjoemeld, zo lijkt het. Tenminste in Gelderland en Rijnmond. Om de administratie kloppend te krijgen, werden bijvoorbeeld cursussen opgevoerd van wel 2100 uur per persoon per jaar. Dat betekent geen enkele vrije dag. Creatief boekhouden? Dat weet ik niet precies wat er gebeurd is. Maar creatief boekhouden is ook fraude, toch? Creatief boekhouden zou zeker fraude zijn, want dat is iets wat je opzettelijk doet. 30 miljoen zou er onterecht zijn opgestreken. En als Gelderland en Rijnmond exemplarisch zijn voor de rest van het land, dan zijn het al gauw honderden miljoenen. Minister De Vries is geschrokken. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk. Al die projecten worden gecontroleerd door accountants, door de arbeidsvoorziening. En wij houden weer toezicht op het toezicht dat de arbeidsvoorziening houdt. Maar dat houdt. Heeft in dit geval dan dus niet gewerkt? Dat heeft, als de geruchten en de verhalen waar zijn, dus niet goed gewerkt. En daar zullen we dus weer naar moeten kijken of al die controles bij elkaar wel het gewenste resultaat opleveren. Bent u ervan geschrokken? Ja. Ik vind dat altijd, als het om publiek geld gaat, of dat nou Nederlands of Europees geld is, dat is voor mij precies hetzelfde. Vind ik het een schande als dit soort dingen gebeurt. En zeker als het gebeurt in het kader van activiteiten die beogen om mensen die aan de kant staan in Nederland weer aan het werk te helpen. Kunstenaar Joost van Haafden maakte dit werk speciaal voor het ministerie van Sociale Zaken. Een tweeluik. Dit is de bevolking. En dit is het systeem van boeken, cijfers, regels, wetten, beloften en bedragen waarmee overheden werken. De bureaucratie moet de bevolking dienen. Maar soms past het niet precies. De verleiding is groot om de lijnen dan wat te verleggen. Maar het mag niet. De Europese Commissie neemt de zaak hoog op. UCLAF, de fraudebestrijdingsdienst van de Commissie, gaat de zaak onderzoeken. En van het rapport van die UCLAF hangt af of, en zo ja, welke strafmaatregelen er worden genomen. Kosten ze een hele dag praten, maar aan het begin van de avond konden de drie paarse fractievoorzitters toch een positief puntje melden. Ze zijn namelijk wat optimistischer geworden over de afloop van de lijnpoging. Tegelijkertijd probeerde het kabinet een paar deuren verderop op het Binnenhof zich voor te bereiden op het Bijlmer-debat dat morgen weer begint. En op het Binnenhof is ook Job Frieso. Job, eerst maar die lijnpoging van informateur Cenk Willink. Schiet dat dus nu eindelijk een beetje op? Nou, een heel klein beetje. Er lijkt een stapje vooruit gedaan te kunnen worden. Morgenochtend moeten die fractievoorzitters namelijk zeggen of ze akkoord gaan met een van de nieuwe referendumvoorstellen die de informateur dan op tafel legt. En de voortekenen daarvoor zijn niet ongunstig. Dat zou ik nog geen doorbraak willen noemen, want er is pas een doorbraak als je zegt. Kijk, dat is nou een afgerond voorstel, daar kunnen we mee instemmen. Zover zijn we nog niet. Maar ik begrijp dat de kansen dat het gaat lukken vandaag wel een stuk groter geworden zijn. We hebben het allemaal wat meer geconcretiseerd. Maar daarmee kan ik ook nog niet zeggen dat de kansen dus enorm zijn gesprongen sinds vanochtend vergeleken bij gisteravond. Je kunt natuurlijk op een gegeven moment wel zeggen, als je nou bepaalde horden hebt genomen, dan zijn die andere horden die erachter zitten een stuk lager. En voor die hoogste horden, nou ja, daar zijn we nu in de aanloop. En we zijn al aan het zweven, zeg maar. En ik hoop er morgen overheen te ploffen. Als een referendumvoorstel morgen dus wordt goedgekeurd, dan is de lijnpoging nog helemaal niet geslaagd. Maar is er wel een gat gedicht. Dat werd geslagen toen VVD-senator Wiegel
tegen dat referendum stemde. D66 heeft dan in ieder geval alsnog een referendum. Maar om het vertrouwen helemaal terug te krijgen in de coalitie wil D66 dan ook nog andere cadeautjes. En dan gaat de lijnpoging dan weer verder over deze week. Ja. Nou kwamen, ik zei het net al, verderop een paar deuren op het Binnenhof ministers bijeen om te praten over het Bijlmerdebat, om dat voor te bereiden voor morgen. Het is toch in feite onvermijdelijk dat die twee, debat en formatie, elkaar weer invloeden? Ja, het kabinet en de regeringsfracties zeggen natuurlijk dat ze die twee zaken uit elkaar houden. Maar stel je nou eens voor dat D66 minister Borst wordt weggestuurd door de Kamer, terwijl D66 op hetzelfde moment hier aan de overkant wordt teruggelokt in de coalitie. Dat maakt natuurlijk een hele rare figuur. Zeker als je bijvoorbeeld bedenkt dat de regeringspartij PvdA aan het wegsturen van mevrouw Borst zou kunnen gaan meedoen. Dus het verloop van de lijnpoging speelt op de achtergrond van dat Bijlmerdebat wel degelijk een rol. Nou, het kabinet, je zei het al, bereidde zich vandaag voor op het Bijlmerdebat. Hier in de Trijvenzaal werd vanmiddag door de meest betrokken ministers de strategie voor het Bijlmerdebat besproken. Vooral de twee vicepremiers zitten in de gevarenzone. En voor het politieke leven van mevrouw Borst wordt nog het meest gevreesd. Wordt dit nou feitelijk voor u uw zwaarste week uit uw politieke carrière? Of overdrijf ik? Dat kan ik pas zeggen als de carrière afgelopen is. Ik hoop dat dat nog een paar jaar duurt. Maar het wordt wel het is een zware week. Het is namelijk zwaar om zo'n debat in te gaan. Als je ziet wat er allemaal geschreven wordt. Ik zie ook mezelf steeds maar weer in de krant genoemd. Dat is allemaal niet leuk natuurlijk. En ik hoop dus mijn verhaal over de Bijlmerramp, zoals ik dat beleefd heb, goed aan de Kamer te kunnen vertellen. En dan is het oordeel vervolgens aan de Kamer. Voelt u zich nou eigenlijk ook persoonlijk aangevallen? Of zegt u nee, dit is politiek, dit is spel, dit hoort erbij? Ik voel me gewoon, voor zover ik aangevallen ben, dat ben ik ook wel bekritiseerd natuurlijk, door commissie en Kamer als minister aangevallen. En u gaat hier alleen verdedigen wat u gaat zeggen, of gaat u hier ook zeggen ik ga tot zover en niet verder? Wij gaan gewoon onze inbreng afstemmen, want we zitten daar geloof ik met 7 ministers. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat we allemaal nog hetzelfde gaan zeggen. Kunt u zich voorstellen dat er iemand moet vertrekken en u bijvoorbeeld gewoon blijft zitten en met het alledaagse werk doorgaat? Laten we nou eerst maar eens een debat voeren. Ik ben er helemaal niet van overtuigd. Sterker nog, ik ben er helemaal niet van overtuigd dat het nodig is dat er iemand gaat vertrekken. Ik denk dat er zeer goede verklaringen voor te geven zijn. Woensdag, waarschijnlijk pas laat, weten we of de verdedigingslinie overeind is gebleven. Nou, D66 minister Borst loopt dus het meeste gevaar. Ze voelt zich aangevallen in het enquêterapport en zal verlangen dat de Kamer haar van blaam zuivert. Gebeurt dat niet, dan wordt het moeilijk en zal ze misschien zelf wel opstappen, zo kun je hier en daar al horen. Nou, in dat geval wordt ook de positie van VVD-minister Jorritsma moeilijk, die immers in dat Bijlmerrapport er ook van langs krijgt en dan moeilijk kan doen of er niets aan de hand is. Kortom, het kabinet is wel gevallen en het is demissionair, maar er zijn tijden waarin de spanning hier minder hoog oploopt in Den Haag. Dankjewel Joop Frieso, daar op het Binnenhof. Dat Bijlmerdebat wordt morgen en overmorgen rechtstreeks uitgezonden door de NOS. Morgenmiddag begint het om 3:00 op Nederland 3. Met de gebruikelijke argwaan, maar toch ook met een sprankje hoop, is er in het Westen gereageerd. Op het bericht uit Belgrado dat president Milosevic instemt met de uitgangspunten voor de vredesregeling die de G8, dat zijn de rijke industrielanden en Rusland, de G8 heeft opgesteld. Washington zei dat elke positieve ontwikkeling welkom is, maar dat voorop staat dat Milosevic alle eisen moet inwilligen, zoals het terugtrekken uit Kosovo, het toestaan van een internationale vredesmacht met NAVO-militairen en het veilig laten terugkeren van de vluchtelingen. De hoop op een diplomatieke doorbraak wordt verder nog gevoed door het feit dat morgen niet alleen de Russische bemiddelaar Tsjernomyrdin naar Belgrado gaat, maar ook de Finse president Ahtisaari als afgevaardigde van de Europese Unie. Maar de NAVO-aanvallen gaan intussen door, net als de strijd tussen Servische militairen en het Kosovo-bevrijdingsleger. De gevechten in het noorden van Albanië worden steeds heftiger. Servische troepen en eenheden van het Kosovo-bevrijdingsleger openden daar het vuur op elkaar. Later schoten NAVO-vliegtuigen het Kosovo-bevrijdingsleger te hulp. Door de gevechten in het noorden van Albanië zijn meer dan 8000 Albanezen uit dat gebied op de vlucht. Dag 69 van de NAVO-aanvallen was een van de hevigste. Afgelopen nacht is Pristina zwaar bestookt, evenals het zuiden van Kosovo. En ook Belgrado en omgeving werden intensief gebombardeerd. Kazernes en militaire opslagplaatsen waren het doel, net als in Vranje. Daar werd bovendien een televisiezendmast met de grond gelijk gemaakt. Volgens de Serviërs zijn in Surdulica, 350 kilometer ten zuidoosten van Belgrado, een sanatorium en een naburig bejaardenoord geraakt. En daarbij zouden, aldus Belgrado, minstens 20 mensen zijn omgekomen.
Maar de NAVO ontkent het sanatorium te hebben geraakt. Wel zijn er in de omgeving bombardementen uitgevoerd. De NAVO geeft wel toe gisteren een brug te hebben geraakt bij de Servische stad Kruševac. Verslaggever Gerry Eickhoff ging er kijken en hij reisde met andere Westerse journalisten naar de getroffen brug onder begeleiding van de Joegoslavische autoriteiten. De brug tussen Kruševac en Varvarin werd gisteren rond 1 uur 's middags gebombardeerd. De NAVO had geen ongelukkiger dag en geen slechter tijdstip kunnen kiezen. De orthodoxe Pinksterdag, een dag voor feest en bijzondere gelegenheden. Danas je sigurno svako znao da je praznik verski u opštini Varvarin. Inače je to i od pamti veka pijačni dan. Ali evo tačno u ono vreme kad se narod vraća kućama, mi smo zavijeni u crno. Pecao sam ribu tu na 20 metra od mosta. Pa šta da ti pričam, narod je prolazio, grda narod je izginuo prvi put, drugi put su došli da pomognu onima što je bili priklješteni, ono, drugi put kad su zveknuli, još više narod je izginuo. De slachtoffers liggen opgebaard in een lijkenhuis bij een kerk om nog nader onderzocht te worden. In de wijde omgeving van de brug is schade, vooral bij het rivierhotel waarbij gebrek aan klandizie de laatste jaren Servische vluchtelingen uit Kroatië en Bosnië waren gehuisvest. Maar zelfs tot op 2 kilometer afstand zien we nog gebroken ramen en kapotte daken. Kruševac is een van de steden waar de afgelopen weken fel is gedemonstreerd tegen het beleid van de regering Milosevic. Die demonstraties hebben we nooit mogen filmen, maar het is de vraag hoeveel er van dat verzet nog overblijft na dit NAVO-bombardement. Want opnieuw komt de NAVO voor ook veel kritische Serviërs nu naar voren als een veel groter kwaad dan het bewind in Belgrado. Iedereen weet dat de alliantie alle bruggen tot legitiem doel heeft verklaard en dat mensen die toch de rivieren oversteken risico nemen. Maar tegelijk is altijd gezegd dat bij de operatie Allied Force burgers zoveel mogelijk gespaard zullen worden. En daarom is het voor de inwoners van Varvarin en Kruševac onbegrijpelijk waarom de bommen zijn afgevuurd om 1 uur 's middags en niet bijvoorbeeld om 4 uur 's nachts. India en Pakistan gaan overleggen over het conflict om de deelstaat Kashmir in het noorden. Afgelopen week leken de twee kernmachten nog regelrecht op een oorlog af te stevenen nadat grensincidenten waren geëscaleerd. Pakistan had het afgelopen weekende al topoverleg voorgesteld, maar India eiste dat Pakistan eerst stopt met het steunen van opstandelingen in de deelstaat. Pakistan heeft steeds ontkend achter de opstand in Kashmir te zitten en India heeft die eis nu laten varen. In het door beide landen opgeëiste Kashmir vecht het Indiaanse leger al dagenlang met militanten. Vorige week escaleerde het conflict toen India de opstandelingen met luchtbombardementen te lijf ging. Pakistan schoot daarop 2 straaljagers neer omdat die de grens hadden geschonden. In de gangen van een metrostation in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn afgelopen nacht tenminste 54 mensen in het gedrang omgekomen. Dat gebeurde nadat een mensenmassa een voetgangerstunnel was ingevlucht om te schuilen voor noodweer. De slachtoffers werden in de smalle tunnel onder de voet gelopen. Het ongeluk gebeurde na afloop van een popconcert in de stad. Er waren zo'n 10.000 mensen op de been. 150 mensen raakten gewond en onder de slachtoffers waren veel tieners. Werknemers van het Franse bedrijf Eurotunnel hebben vandaag de kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk geblokkeerd. De Fransen voeren zo actie voor betere arbeidsomstandigheden en hoger loon. Met auto's blokkeerden ze vanmorgen de treinterminal in Calais. Duizenden Britse toeristen op de terugweg van een weekendje vasteland kwamen hierdoor vast te zitten. En enkele boze automobilisten probeerden toch door te rijden. De blokkade kan nog dagen duren, zeggen de betogers. In Oostenrijk hebben reddingswerkers in de uitgebrande Tauerntunnel 4 lichamen gevonden van omgekomen automobilisten. En ze verwachten binnen enkele uren nog tenminste 2 andere slachtoffers te vinden. Er zijn nu 5 doden geborgen. In totaal raakten 49 mensen gewond bij het ongeluk in de Alpentunnel. De brand ontstond afgelopen zaterdag door een kettingbotsing. De reddingswerkzaamheden werden aanvankelijk bemoeilijkt door de enorme hitte van de vlammen. En ook stortte de tunnel op enkele plaatsen in. Ja, overleeft minister Borst.